Hoe bent u eigenlijk verzeild geraakt op Fort Sabina? Nou, ik ben verzeild geraakt in West-Brabant door mijn geboorte. Die was in Roosendaal. En het voorgeslacht van mijn familie van beide kanten ligt ook allemaal in West-Brabant. Roosendaal, Leur, allerlei plaatsen eromheen. Suikerindustrie ooit. Ik ben opgegroeid in het westen, maar West-Brabant, dat is bijzonder. En ik ben hier een keer met Adriaan van Dis verzeild geraakt. In een zoektocht naar de roots van zijn moeder. Toen hebben we heel wat plekken aangedaan waar die roots eigenlijk niet bleken te liggen. Maar dit was het uitzicht van zijn moeder. En ik vind het een prachtige plek.